We hebben het al eerder gezegd, een van de meest makkelijke manieren eigenlijk om een accentnagel te maken is het gebruik van glitter. We hebben inmiddels al gewerkt met losse glitter, maar we hebben natuurlijk ook de glittergels. Ze zijn iets anders dan de brush and colors die jullie gewend zijn. Daar werken we natuurlijk gewoon mee uit het flesje, net zoals met een color, met een gekleurde brush and color. Voor de glitters in de potjes hebben we een apart penseel nodig. Ik werk liefst met een ovale penseel. Dit is een 4, dat vind ik gemakkelijk. Nu, voor glitters gebruik je niet het beste penseel. Waarom niet? Je ziet die haartjes, die staan al een beetje uit elkaar. Waarom? Omdat die glitter, dat blijft ertussen hangen. Dat is heel moeilijk om dat proper te maken, maar dat hoeft ook niet. Dit is een oud penseel. Een penseel bij mij... Er loopt zeg maar een fase, dus ofwel is het een bouwpenseel ofwel is het een kleurpenseel, afhankelijk van welk soort penseel. En is het daar niet goed genoeg meer voor, dan wordt het mijn glitterpenseel. En deze is nog in redelijke staat, maar hiermee bouwen bijvoorbeeld gaat niet. Je wilt hier ook geen kleur mee leggen, want dan komen die glitters eruit. Dus vandaar. Wat je ook kan doen, is een apart goedkoper penseel nemen om glitters mee te leggen. En voor de rest is het heel simpel. Je gaat... in een potje geschept en strijken. Dat is het. Dat is de enige vorm van strijken die ik doe. Ga ook in twee laagjes aanbrengen, want anders ga je zo van die dikke stukken hebben. Of je kunt ervoor kiezen om dit bijvoorbeeld over een nude opgebouwde gelnagel te zetten. Ook super mooi. Eventjes uithalen. Voilà. Tweede laag is juist hetzelfde en dan afsluiten met een topshell. Hier moet je geen aparte topshell voor hebben, want eens dat die glitter gelakt is, is die uitgehaard, gaat die ook niet meer loslaten. Ik ben hier terug met ons paars. Wat we ook kunnen doen, is een beetje van zo'n glittergel nemen en die hier achteraan eigenlijk aan de nagelriem zetten. Het beste doe je dat aan de nagelriem, dit. Als je dat aan de vrije rand gaat doen... Glitter is altijd een highlight, dus je gaat altijd aandacht trekken, zeg maar. En ga ook ervoor zorgen dat de vrije rand breder zou zijn dan dat die eigenlijk is. Over het algemeen is dat niet zo'n mooie look. Dus ik heb mijn glitters hier achteraan gelegd. Penseel eventjes afstrijken op een wipe. En dan met een droog penseel, met heel weinig druk, naar voren trekken. En dan gaan we echt zo'n fading krijgen. Voilà. Wat je dan kunt doen, is eventueel nog een beetje glitter achteraan nog bijzetten. Zo krijg je echt dat verschil van veel glitter naar niks. Heel gemakkelijke techniek om even snel een mooi resultaat te krijgen. Dit kan ook met gel polish. Dan veegt je gewoon je borsteltje tussendoor eventjes af. Voilà.